Welkom mensen weer op het internet die voor hun beeldbuis op YouTube zitten te staren. Ik heb weer een projectje staan en dat is wederom glaspolijsten. In dit geval een Tesla Model 3. In een blauw-grijze kleur. Met krassen op de voorruit. Ik zal straks even de camera oppakken. Om even laten zien waar ze exact zitten. En daarnaast is er ook nog krassen hier op de zijruit. Ik ga mijn spullen bij elkaar pakken. Om er een niet heel langdradig verhaal van te gaan maken. De wagen even droog maken en de raam even schoonmaken. Want er zal hier en daar nog wat vuil op zitten die ik niet mee kan nemen in het polijsten. Want dan sta ik met mijn eigen polijstmachine een schuurmachine ervan te maken. Dus we gaan eerst even het raam goed reinigen. Dat geldt ook voor de zijruit. En dan gaan we de auto afplakken. En dan gaan we aan de slag. Ik zal even de camera pakken en even laten zien waar de schade zit. Zoals gezegd zal ik even laten zien waar de krassen zitten. En gaan we even kijken, gaan we hier. En het blijft altijd lastig om dat in een beeldscherm kwijt te kunnen. Dan zitten hier zitten krassen. En dan ergens in het zichtveld ook. Even kijken, hier. Ja, hier. Hier zit er eentje. En dan lopen er een aantal hele dunne. Ook hier. Het zijn geen vegen, maar zijn echt krassen. En dan loop ik even naar de andere kant. Want ook daarin zat het een en ander. En dan gaan we even op zoek naar in de verlichting. Kijk, hier. Hier zitten krassen. En hier zit de krassenvlek. Dus ik moet de hele ruit vooruit moet ik doen. IJskrabben krassen, andere krassen. Krassen ontstaan door ander materiaal. En het was of de keuze de voorruit gaan vervangen of polijsten. En in dit geval ga ik schuren en polijsten. En dan vergeet ik eigenlijk, en dan zit er hier in de zijruit, ik denk van een ijskrabber, ook kras in. Dus het zijruitje moet ik ook gaan doen. Ik heb tegenwoordig maar de achterkant van een kwast gepakt. Om als aanwijstok te fungeren. Dat is wat makkelijker als uit beeldscherm zo rijken met vingers en handen. Dus ja, er zitten een aantal diepe in, dus ik ga lekker aan de slag. Ik ga de wagen eens even droog maken, afplakken. En ja, de komende uurtjes lekker zoet zijn. Ik zou zeggen, stay tuned. Ik heb de camera er toch nog even aan bijgepakt. Hier zie je dus typische vervuiling en opdrogen van bepaalde chemie op de voorruit van kalk, regendruppels. Ik weet niet wat er aan ruitenwisselvloeistof gebruikt is de afgelopen tijd. En je ziet dus inderdaad gewoon bepaalde vlekken. Die bij nat weer toch ook wel zichtbepalend kunnen zijn. Nou weet ik wel dat je aan de buitenkant, vuil aan de buitenkant, soms vanuit de binnenkant niet kan zien zitten. Maar het kan wel een bepaalde verstrooiing geven van je lichtbeeld. Zeker als je in de schemer of in het donker rijdt. Dus ook als een ruit nat is en je ziet dit soort vlekken. Zorg even dat je, in dit geval zou ik ook eens een keer een ontkalker gebruiken. Daar kun je perfect Xeon Lime Remover voor gebruiken. En om in dit geval. De ruiten maak ik ook altijd schoon met Xeon glaskiener. Hier zit een heel erg prettig product. Laat geen strepen achter, mits je de goede doeken gebruikt. En heeft ook een licht ontvettend effect. Ideaal ook voor binnenkant met airco-aanslag. Goed, deze vlekjes zullen door het polijsten eruit gaan. Dus dan krijgt op zich weer een hele heldere voorruit. Ik loop even naar de andere kant. Laat een stukje afmaken. Ook hier zal aan deze kant niet anders zijn. Ja, helemaal vol met kalkvlekken, andere vlekken, industriële neerslag.
die uiteindelijk ook de slijtage van je ruitwisselbladen bevordert. Hoe minuscuul ook. Zijkant ook meteen maar even droog maken en schoonmaken. Hier zit, hier zit er daadwerkelijk echt ijskrabberkrassen in. Ook de zijruit heeft van die typische kalkvlekjes en chemievlekjes erin zitten. Ik zal toch even de camera oppakken en nog even de krasje laten zien. Kijk, daar zit hij in het midden van het scherm. Zie je hem zitten? Ik zal op een bepaalde manier even de camera een aantal keren draaien. Dat je in ieder geval toch een lichtbeeld hem kan zien zitten. Ook die ga ik eruit halen. Voorruit inmiddels schoongemaakt, zoals je gezien hebt. Wagen afgeplakt. En ga nu beginnen met de voorruit behandelen. Zo, linker gedeelte is klaar. Even tijd voor een bakje koffie. En dan gaan we door naar de andere zijde. Er zat er hier in het zwarte asseergedeelte, zat hier ook nog een dikke vette krassen. Die heb ik eruit uitgepolijst. Ondanks dat dit niet in het zichtveld zit, heb ik ze er toch uitgehaald. Staat wel net zo netjes ten opzichte van de rest van de ruit. Koffietijd, daarna gaan we verder. Goed, om toch eerst even de zijruit te doen voordat ik de rechterzijde van de auto doe. Want dan kan ik gewoon alles in één keer meenemen die kant op. En hij is ongeveer zo groot. Hij zit hier, zo. Die gaan we er uitpolijsten. Schuren is in dit geval niet nodig, want daar is hij net even, daar is hij oppervlakkig genoeg voor. Dus we gaan hem eruit polijsten. Weg, hij is eruit. Zo. We gaan nu aan de rechterzijde van de voorruit beginnen. Tijd van tevoren altijd even aangeven van daar zitten krassen, daar zitten krassen, daar zitten krassen. En uiteindelijk heb ik ze dan aangegeven en dan heb ik de eerste keer heb ik gepolijst. En dan zie je vaak wat een bepaalde filmlaag van vuil op je voorruit doet ten opzichte van krassen en steenslag bijvoorbeeld. Want in de linkerzijde kun je heel goed zien hoeveel steenslag erin zit. En dan praat je echt over duizenden kleine, hele kleine puntjes. En als ik dus nu dit stuk één keer gepolijst heb en schoonmaak, zal je zien dat er dus nog veel meer schade naar boven komt. En dat maakt het werk altijd wel weer interessant en uitdagender. Want elk materiaal wat erop zit aan filmlaag, industrieel hotwaxen, ruitenreinigers, kwikwax, noem allemaal maar op. Kalkaanslag, dat kan heel veel verdoezelen. Dus ik ga hem nu de eerste keer polijsten. Deze kant hoef ik niet te schuren. Deze kant de eerste keer polijsten. En dan eens kijken wat er naar boven komt.
Dus even kijken wat het opgeleverd heeft. Dit wist ik, deze die hier zit. Maar deze is nieuw. Hier een dunnetje. Een dunne. Dit hier. Hier, hier. De rest is vuil aan de binnenkant. Die had ik schoongemaakt, man. Ja. Zo, de job is done. De ruiten zijn weer netjes. Ik ga de laatste boel even opruimen, plastic weghalen, voorruit even schoonmaken, binnenkant. Ik heb al ontdekt dat er aan de binnenkant twee krassen zitten. Die zitten aan de binnenkant, drie zelfs. Ja, en aangezien het een holle kant is en aan de binnenkant vaak ook verkleuring zit, blijf ik daar vanaf. Het is in principe altijd alleen de buitenzijde die aangepakt wordt. Dus ik ga de boel even schoonmaken en dan zie ik je zo meteen nog even terug. Zo, de Tesla is klaar. Alles opgeruimd, raam schoongemaakt. Binnenkant ook nog een keertje. En de zijruiten even schoongemaakt. En de Tesla kan weer terug naar de eigenaar. Glaspolijsten heeft altijd zin. Is het niet voor de bekende engelvleugelwaars, is het wel voor ijskrabbenkrassen, et cetera, et cetera. Dus bij deze wil ik weer zeggen, weer bedankt voor je belangstelling en wellicht zie ik je bij de volgende video. Dat wordt een detailing job voor een Volkswagen EOS. Die komt eind van de dag komt die hier binnen en dan heb ik 2 dagen om daar wat mee te gaan vogelen, zo gezegd. In vogelvlucht. Oh, wellicht wel. Misschien een leuk idee voor de vlog. Want ook daar ga ik een vlog van maken. De Tesla is klaar. Wederom weer bedankt voor je belangstelling. En tot de volgende keer. Ciao.